Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel hondenrassen er wereldwijd bestaan. Natuurlijk is elke hond op zijn eigen manier speciaal, maar sommige zijn zo zeldzaam dat mensen er duizenden euro's voor willen betalen. In deze video kom je te weten wat de 10 meest zeldzaamste hondenrassen ter wereld zijn. Ben jij een dierenliefhebber en houd je van deze video's? Abonneer je dan op het kanaal en klik op het belletje. Zo mis je er nooit meer eentje. De Azawak. De Azawak is een zeldzame Afrikaanse windhond. Deze elegante, slanke beesten komen uit de Sahel in Afrika, een woestijngebied dat de overgang vormt tussen de droge Sahara-woestijn in het noorden en de vochtige savanne in het zuiden. Deze windhond werd gefokt door nomadische stammen. En ook nu leven de Azawaks nog samen met hun nomadische baasjes. Ze bewaken de tenten, gaan mee op jacht, beschermen hun baasjes en bieden hen kameraadschap. Het zijn afstandelijke en rustige dieren die enorm gehecht zijn aan hun volk en je kunt ze dus niet zomaar verplaatsen. In andere continenten kom je dit ras dan ook haast nooit tegen en zelfs in Afrika zijn ze erg speciaal en zeldzaam. Ondanks dat ze zo loyaal zijn, zijn ze toch niet aanhankelijk. En ze hebben weinig aandacht en fysiek contact nodig van hun baasjes. Net als andere windhonden zijn Azawaks buitengewoon snel. Ze kunnen snelheden van maar liefst 65 km per uur halen. Dat doe ik ze niet na hoor, zelfs niet met een elektrische fiets. 9. De Griffon Nivernais. Dit is de Griffon Nivernais, een zeldzaam hondenras afkomstig uit het district Nivernais ten zuiden van Parijs. Het ras is in de middeleeuwen ontstaan en is een van de alleroudste Franse rassen. Hun bestaan is erg onstabiel en veranderlijk geweest, van populair en begeerd naar vrijwel uitgestorven. Oorspronkelijk werden ze getraind om op wolven en wilde zwijnen te jagen. Hier zijn ze verschrikkelijk goed in. En ze waren dan ook begeerd. Alle Franse jagers wilden graag eentje hebben. Maar na de Franse Revolutie, die uitbrak in 1789 en 10 jaar lang duurde, ging het ras bijna verloren. Dat wilden de Fransen echter niet. En aan het einde van de 19e eeuw werd een club opgericht die erin slaagde het ras te redden. Toch blijven deze honden zeldzaam. In Frankrijk zie je ze maar weinig en in andere landen zelfs haast helemaal niet. 8. De Katalboeroen. De Katalboeroen is een zeer zeldzaam Turks jachthondenras. Ze zijn makkelijk te herkennen aan hun gespleten neus en lange hangende oren. Ze zijn ontstaan in de provincie Tarsus in Turkije en daar worden ze al sinds vele jaren gefokt. Maar toch beweren hondenexperts dat er vandaag de dag slechts ongeveer 200 rasechte Katalboeroens zijn. In de rest van de wereld staan deze honden bekend als de Turkse hond of de Turkse wijzer. Het is een kalm en loyaal ras en dankzij hun indrukwekkende jacht- en reukvaardigheden worden ze beschouwd als een van de beste speurhonden ter wereld. Ze zijn dan ook een uitstekende metgezel voor jagers. Ook worden ze vaak gebruikt voor reddingsoperaties of als politiehonden. Het zijn kalme en slimme dieren die goed overweg kunnen met kinderen, maar samenleven met een andere hond levert soms problemen op, want ze zijn best dominant. En je daagt ze zeker liever niet uit, want dan worden ze soms agressief. Maar ja, dat gebeurt bij ons mensen ook wel eens zeker. 7. De Noorse Loendehond. De Noorse Loendehond is een zeldzaam ras dat een geschiedenis heeft die net zo interessant is als de hond zelf. Naar schatting zijn er ongeveer 1500 loendehonden in de hele wereld. In het Noors betekent loendehond papegaaiduikershond en zo wordt dit beestje ook wel eens genoemd. De naam is niet zo gek trouwens, want het oorspronkelijke doel van de loendehond was om kliffen op Noorse eilanden te beklimmen en levende papegaaiduikers te vangen. Om dit te kunnen doen is de hond voorzien van allerlei rare eigenschappen. Zo heeft hij 6 tenen op elke voet en draait zijn voorpoten naar buiten in een hoek van 90 graden. Verder heeft hij enorm flexibele schouders en buigt zijn hoofd zo ver terug dat hij er bijna zijn rug mee kan aanraken. Ze kunnen ook hun oren dicht doen om ze te beschermen tegen vuil en water. Dit alles laat ze toe makkelijk te klimmen en af te dalen en ze kunnen ook vlotjes in kleine spleten grijpen. Naast hun bijzondere uiterlijk hebben Noorse loendehonden ook een complexe persoonlijkheid. Ze zijn meestal heel nieuwsgierig en speels, maar ook erg alert, koppig en achterdochtig. 6. Tibetaanse Mastief. Over de geschiedenis van de Tibetaanse Mastief kun je volledige boeken schrijven. Dit ras zou een van de oudste hondenrassen van het oosten zijn. En hondenexperts gaan ervan uit dat ze duizenden jaren geleden ontstonden. Oorspronkelijk werden deze honden getraind om mensen, eigendommen en kuddes te beschermen tegen wolven en luipaarden. Ze zijn van nature argwanend en een tikkeltje koppig en daarom moeilijk te trainen. Alleen iemand die goed met dieren overweg kan, zal er dus in slagen Tibetaanse mastief te laten gehoorzamen. Eenmaal als dat gelukt is, zijn de honden volledig toegewijd aan hun baasjes. Ze kunnen ook uitstekend omgaan met kinderen en zijn erg moedig. Verder zijn deze dieren enorm duur. In 2013 werd in China bijvoorbeeld een roodgekleurde zeldzame Tibetaanse mastief verkocht voor 1,7 miljoen euro. Ik zal wel gewoon van de foto's en de video's genieten, denk ik.
Het is bovendien ook een van de grootste hondenrassen ter wereld. En ze kunnen tot 83 centimeter hoog worden en wegen ongeveer 72 kilogram. Dat is niet niets. Vijf. De Thai Ridgeback. Zoals de naam al doet vermoeden, komt de Thai Ridgeback uit Thailand. In hun vaderland zijn deze honden erg bemind en ze komen in meerdere oude teksten en afbeeldingen voor. Er wordt zelfs geschat dat ze meer dan 4000 jaar oud zijn. Ze bestaan in allerlei verschillende kleuren, van effen blauw tot rood, en hun vacht is meestal zo kort dat ze er haast haarloos uitzien. Hun tong is vaak gevlekt en sommigen zien er zelfs helemaal zwart of blauw. Het is een lief maar onbevreesd hondenras dat zijn baasje koste wat kost zal beschermen. Maar eerst moet je hun vertrouwen en respect winnen. Is dat gelukt, dan heb je een loyale familiehond die er altijd voor jou zal zijn. In Thailand worden deze dieren daarom dan ook meestal als waakhond gebruikt. Ook helpen ze vaak veewagens op de weg te volgen en te bewaken. Doordat deze honden redelijk geïsoleerd leefden en weinig in aanraking kwamen met andere rassen, hebben ze hun originele type kunnen behouden. En buiten Thailand is het nog steeds een uiterst zeldzaam ras. Ze worden wel steeds bekender wereldwijd, dus daar komt misschien in de komende jaren verandering in. 4. De Chinook. Dit is de Chinook, een zeldzaam hondenras en een van de weinigen die puur Amerikaans zijn. Ze werden rond 1917 in New Hampshire ontwikkeld door Arthur Treadwell Walden, die zijn husky kruiste met een mastiefachtige hond. Een puppy genaamd Chinook werd het de creu voor alle generaties. Dat moet uitputtend geweest zijn. Chinooks dienden voornamelijk als sledehonden. Deze honden kunnen extreem hard werken en in der tijd trokken ze zeer zwaar beladen sleden over grote afstanden. In 1929 werden ze zelfs gebruikt voor Richard Burr's beroemde expeditie naar Antarctica. Jaarlijks worden minder dan 100 Chinook puppies geboren en hierdoor waren ze op een bepaald moment bijna uitgestorven. Vandaag de dag zijn er naar schatting ongeveer 500 Chinook honden. Zeldzaam kun je ze dus zeker noemen. Tegenwoordig worden ze voornamelijk als huisdier gehouden, maar sommige hobbyisten gebruiken ze nog steeds om sleden te trekken. Het zijn ontzettend lieve en rustige beesten en ze komen meestal goed met kinderen overeen. 3. De Leuvchen. Dit is de Leuvchen, ook wel leeuwhondje genoemd. En je kunt waarschijnlijk wel zien waarom. Leuvchen betekent kleine leeuw in het Duits. Het zijn kleine honden die tot ongeveer 35 centimeter groot worden en ongeveer 8 kilo wegen. Maar deze hondjes zijn niet alleen speciaal vanwege hun grootte of kleinte, maar ook vanwege hun zeldzaamheid en Flix prijskaartje. Ze stonden 2 keer in het Guinness Book of World Records. 1 keer als de duurste hond ter wereld en 1 keer als de zeldzaamste. Slechts een paar honderd puppies worden er per jaar verkocht en je moet hiervoor naar een speciale hondenkennel gaan. De hondjes zijn erg intelligent en lief en dat ze zo populair zijn is daarom niet vreemd. Maar hun merkwaardige geschiedenis zal hier ook wel iets mee te maken hebben. Ze zijn van Europese afkomst en ontstonden in Frankrijk tijdens de 14e eeuw. Gedurende deze tijd was het ras de beste vriend van de koningen in middeleeuws Duitsland en Frankrijk. Ze mochten zelfs mee in bed om hun rijke baasjes lekker warm te houden. Waren Europese aristocraten dus. Tijdens de eerste helft van de 20e eeuw waren ze echter bijna uitgestorven. Maar Madame Bennert uit België heeft het ras er weer bovenop gekregen door een speciaal fokprogramma te starten. 2. De Zwarte Pitbull. Pitbulls zijn sowieso speciale en omstreden dieren. Sommige mensen vinden ze prachtig en willen niets liever dan met een pitbull gezien worden. Anderen vinden ze echter angstaanjagend en steken snel de straat over als ze er eentje op ze zien afkomen. Dit komt waarschijnlijk door de vele horrorverhalen die over ze de ronde doen. Wat vind jij van pitbulls? Deel je mening in de comments. Ben benieuwd. Maar wat je mening ook mag zijn, als je deze pitbull ziet, dan kun je toch niet anders dan toegeven dat het een magnifiek dier is, of niet? Het lijkt wel een panter. Dit is Praag, een prachtige zwarte pitbull. Sommige mensen denken dat zwarte pitbulls een apart hondenras zijn, maar dit is niet het geval. Hondenrassen zoals de Amerikaanse Pitbull Terrier produceren wel vaker pups met een effen zwarte kleur. En Praag is hier een voorbeeld van. Net zoals andere pitbulls werden zwarte pitbulls oorspronkelijk gefokt voor bloederige sporten zoals beren- en stierengevechten. Later werden ze gebruikt als jagers. En vandaag de dag hebben ze hun plaats gevonden als huisdier voor gezinnen. Deze dieren zijn zich erg bewust van hun omgeving en bewegen zich gracieus. Zou er dan toch wat panterbloed in hen schuilen? 1. De Pitbull Cheetah. Oké, een zwarte pitbull die er als een panter uitziet is al bijzonder. Maar heb je ook al eens een pitbull gezien die op een cheetah lijkt? Dit is Titus, een gevlekte Albanese pitbull. Of dat wilde zijn eigenaar ons toch laten geloven. Hij deelde foto's van zijn opvallende hond via Reddit en al snel werd het een virale hit. Mensen van over de hele wereld lieten weten hoe mooi ze het unieke dier vonden. Maar sommigen waren ook wat sceptisch.
Ze konden niet geloven dat deze hond er van nature zo uitzag en ze gingen ervan uit dat de eigenaar het dier zelf geverfd had. Dat mensen wat achterdochtig waren was niet vreemd. Zo had de man slechts één foto online geplaatst. En het ziet er ook naar uit dat Titus in een soort van trimsalon zit, wat suggereert dat de vlekken het resultaat waren van een creatieve hondentrimmer. En wat bleek, Albanese pitbulls bestaan helemaal niet. Dat Titus puur natuur is, is dus onwaarschijnlijk. Maar speciaal ziet het beestje er in ieder geval wel uit. Zou jij dit ooit doen met je hond? Welk zeldzaam hondenras vond jij het meest bijzonder en ken je zelf ook nog een speciaal hondenras dat je aan de lijst wilt toevoegen? Laat het weten in de comments. Abonneer je op het kanaal en klik op het belletje, zodat je geen enkel verhaal van ons mist. We zien je morgen graag terug in de volgende video.